Goedenavond, de gast vandaag is Katja Schuurman. Aan haar vroeg ik 5 jaar geleden, hoe gaat jouw toekomst eruit zien? Welke dingen wil je allemaal doen de komende 5 jaar? Waar ben je bang voor? Wat hoop je dat er gaat gebeuren? Waar wil je in ontwikkelen? Welke eigenschap hoop je eventueel kwijt te raken of er nog bij te krijgen? Kortom, allemaal van die vragen die je liever niet gesteld hebt, maar ik deed het toch. En die hebben we allemaal bewaard, keurig in de kluis. En nu is dat interview uit de kluis gekomen. We gaan met elkaar naar een paar van die fragmenten kijken. Maar heb jij nog een idee wie jij was 5 jaar geleden? Een soort schets van de Katja uit 2003. Ja, ik heb er natuurlijk even over nagedacht. Want in 5 jaar gebeurt er zoveel. Dat toen ik moest bedenken, wat is er eigenlijk gebeurd de afgelopen 5 jaar? Ik heb aan jouw redactie gevraagd, kunnen jullie even voor mij op papier zetten hoe mijn leven eruit heeft gezien? Waren dat hoogtepunten toen, waar ze toen mee kwamen? Of, met name hoogtepunten. Oh, ja. Maar in de vrouw die ik was, er is wel veel gebeurd de afgelopen 5 jaar in mijn persoonlijk leven. En ook gewoon in wie ik ben. Maar denk omschrijf dat ik veel... even dat meisje van toen. Ik was wel... Ik was chaotischer, minder grond onder mijn voeten, veel meer zoekend. En ik kan me herinneren dat ik met een kater ook weer bij het interview verscheen. Dat was in die tijd ook heel vaak het geval. Ik was veel verdwaalder. Ik geloof, ik zat in een relatie die verre van harmonieus was. Ik was heel erg op zoek. En zeg maar, het worden wie je bent, dat is wel heel erg van toepassing geweest op de afgelopen 5 jaar in mijn leven. Als ik ook kijk wat ik de laatste 5 jaar heb gedaan, dan zijn dat veel meer dingen die heel erg vanuit mij voortkomen, die ik echt graag wilde doen. Het was ook wel, denk ik, een periode in 2003 waarin definitief helder werd dat jij een serieuze acteercarrière begonnen was. Ja. Je stond in het theater met Onze Jeugd. Hè? Ja. En je was genomineerd voor een Gouden Kalf, voor de beste actrice. Ja. Die heb je weliswaar niet gekregen toen, maar je was wel genomineerd. Ja. En ik vroeg jou toen ook van, hoe denk jij dat je carrière zich gaat ontwikkelen? En welke ambitie heb je eigenlijk? Laten we even luisteren en kijken naar dat meisje van toen. Als het nu uitgezonden zou worden, dan zou ik dit niet zeggen. Maar ik wil het komende jaar gaan kijken of ik het in Amerika eventueel kan maken. En dat is meer voor mij niet zozeer omdat ik denk, och, dat is mijn grote droom en daar hangt mijn geluk vanaf. Maar meer omdat mijn management heet The Fame Game. En dat is niet voor niks. Ik zie het eigenlijk echt serieus als een spel in zoverre. Ik doe dingen die ik heel leuk vind. Maar ik vind de roem en kijken hoe succesvol je in dingen kan worden, dat zie ik wel als een spel. En nou, in Nederland zie ik wel een soort van aan de max. En dan vind ik het wel leuk, bij wijze van spel, om te kijken of dat kan gaan lukken in Amerika. Dus, hoe ga je dat doen? Nou, dat ga ik niet doen door in Los Angeles of in New York te gaan wonen. En op een hopelijk zo beperkt mogelijke manier met mezelf te hoeven leuren. Maar ga je dan de komende... Dat ga je in 2004 doen of in 2005? Of? Dat ga ik in 2004 opzetten. Nou, dan zal ik niet voor 2006, denk ik, een film krijgen. Nou, dat laatste klopt er sowieso. Dan zal ik niet voor 2006 een film krijgen. Wat heb je gedaan? Niks. Nee, ik heb daar helemaal niks aan gedaan. Was je het ook vergeten dat je deze ambitie had? Ja, dat ben ik totaal vergeten. Ik heb wel bijvoorbeeld toen... want Interview is geremaked, hè, na de dood. Ja, we gaan straks gaan we die Amerikaanse carrière van je uit en treuren doornemen. Maar eerst even, wat heb je gedaan om die te bereiken? Ja, nou, niks dus. Nee. Maar toen op een gegeven moment werd hij geremaked. En toen kwam ik dus in contact met onder andere Steve Buscemi en met Shanna Miller en de agentschappen daaromheen. En toen was het eigenlijk best wel dichtbij. Toen werd ik ook wel gevraagd om eens te komen praten in Amerika. Dat heb ik één keer gedaan. Dat is een paar jaar geleden geweest. En het raar is, ik weet niet hoe dat komt, maar ik had een gesprek met een grote casting mevrouw. En ik kwam daar aan op mijn slippertjes in een zomerjurkje en met een hele grote zak met worsten, want die moest ik meenemen voor mijn zusje. Dat zag ik eigenlijk, was een verre van glamour hoe ik daar binnenkwam. En ik denk ook dat zij meteen afknapte. Daar waar in Nederland men volgens mij wel waardeert als je gewoon lekker gewoon. En ik kwam daar, die mevrouw keek echt van, wat kom jij in godsnaam hier doen en wat denk je te willen? Maar goed, daar zit een meisje, 5 jaar geleden, die zei, ik zit hier in Nederland wel ongeveer aan mijn top, aan de max. Ja, dat is natuurlijk niet waar. Inhoudelijk gezien niet. Ik bedoel, ik was toch veel te goed. Ja, ze zei het, ja. Ja. Ik zeg wel vaker iets wat... En het lijkt mij zo leuk om naar Amerika te gaan. Ja. Dan krijg je de kans en dan loop je met een zak met worsten rond. Ja. Je zou denken van, die wil het eigenlijk niet. Misschien. En dan kan ze toch tegen de andere gezegd hebben dat ze het geprobeerd heeft. Is dat het?
Ja, en waarschijnlijk met name tegen jezelf, tegen dat je het geprobeerd hebt. Want ja, ik weet het niet. Ik had het er toevallig pas over. Het lijkt me best grappig om een keer bondgirl te zijn. Nou ja, dat is iets wat dat zou. Weet je, dat lijkt me dan grappig. Maar of ik nou echt inderdaad een carrière in Amerika. Dan moet je, stel je voor dat je daar moet gaan wonen. Dan moet ik toch al helemaal niet aan denken. Maar als je iets wil bereiken, dan moet je toch veel verder gaan dan het lijkt me wel grappig. Ja, maar dus wilde ik het blijkbaar niet echt bereiken. Is dit niet echt een heel groot streven? Kijk, wat het is, ik heb sowieso vaak een beetje megalomane ideeën over alles, over het leven, over mijn carrière. Ik was ook zeker niet pessimistisch over dat ik nog wel met hele grote oplossingen zou komen om grote problemen in de wereld op te lossen. Zeg maar oplossingen tegen de honger, oorlog. Oorlog zeker, godsdiensten, strijd, alles. Ik zou er echt, ja. Maar nooit echt concreet. Dus ik bedoel meer gewoon, het kan allemaal heel groot. Want dat gevoel draag ik ook in me. Dat het gewoon, ik ben hier voor grootse dingen, zeg maar. Dat vind ik een fijn gevoel. Nou ja, dat is het gevoel dat ik heb. Alleen ik heb dat niet nooit concreet willen omzetten in daden. Omdat ik heb ook heel erg vaak het idee van, oh ja, even dit doen, even dit afronden. En dan heb ik straks de tijd voor die echt belangrijke dingen. Uitstaan. Maar daardoor komt het er natuurlijk nooit van. Denk je dat die Amerikaanse carrière nog aan gaat komen? Nee. Een internationale doorbraak? Ik geloof niet dat ik het ambieer. Hoe is je Engels? Best oké. Je zou het op de taal kunnen redden? Ja, nou ja, en er zijn heel vaak rollen waar een Engelstalige rollen waar je wel een accentje mag hebben. Waarin je een soort Russische kernwapengeleerde speelt. Bijvoorbeeld, lijkt me leuk. Ja, of een Oost-Europese hoer. Ja, ja. Van dat laatste, ik weet niet zeker of dat het beeld is wat we hebben, maar laten we even kijken naar jouw Amerikaanse oeuvre tot nu toe. Heb ik dat? Au. Hey. I just said hi. Hey, I'm here. Ja, mooi, hè? We hebben het nog één keer in vertraging laten zien. Maar het was wel meteen wat, hè? Je denkt, jammer dat dat toch niet iets meer mee... Nee, was je hier een Oost-Europese hoer of wat was je hier? Nee, ik was hier Katja. Oh, je was hier Katja, die gewoon uit een... Ja, maar dat vond hij grappig, omdat Sienna Miller speelt daar. In interview heette ik ook Katja. Ik speelde een soort van persiflage op mezelf. En Sienna Miller speelt in de Amerikaanse remake Katja. Zo. En hij vond het erg leuk om ons beiden... Het was niet eens de bedoeling, maar ik was daar komen kijken op de set. Hij vond het leuk om ons beiden in een shot te hebben, want boven zie je Sienna Miller staan. Ik snap het. Maar eigenlijk hebben we wel geconstateerd dat een ambitie, 5 jaar geleden uitgesproken om eventueel een internationale carrière te beogen, volledig van de baan is. En terug te brengen valt in dit shot, laat mij maar een keer uit een taxi vallen en dan ben ik er wel. Ja, weet je, als het op mijn pad zou komen, dan is dat zeker iets wat ik niet uit de weg zou gaan. Het is namelijk eigenlijk wel zoals ik het beschrijf. Het is ook op een gegeven moment soms de verveling of het gemak waarmee soms de dingen lukken. En dat je jezelf daardoor hogere eisen... Of gewoon, dan leg je de lat weer eens wat hoger en denk je, oh, maar kijk of ik dat zou kunnen bereiken, omdat het anders een beetje... Maar niet om er lang over door te zeuren, hoor. Maar ik begrijp dat je steeds de lat iets hoger wil leggen. Dat willen veel mensen met een carrière of met een ambitie. Mm-hmm. Maar... doe je dat ook werkelijk? Of zeg je van, ach, nou, ik zie wel wie er belt en ik neem de telefoon op? Nee, en dan, dat is in het geheel in mijn werk echt de afgelopen 5 jaar niet zo. Want het meeste wat ik heb gedaan, dat heb ik wel zelf gecreëerd. Of dat nou films waren of de programma's die ik maakte, die heb ik echt wel zelf bedacht en geïnitieerd. Maar wat je zegt, als je het zegt over van... Wat denk ik wel echt zo is, is dat ik inderdaad heel snel... Het is misschien niet dan zozeer de lat hoger leggen als wel steeds weer voor iets nieuws kiezen. In plaats van gewoon verdiepen. Dus als iets verveelt, dan doe je gewoon iets heel anders. En dat kan in relaties zijn. Dat is, maar nu op het moment dat het een beetje dat de stijgende lijn even stagneert om dan de verdieping in te gaan, dat is iets... Je bent aan het verbreden dan? Dat is wat ik nu... Luister naar de voorspelling van de dame 5 jaar geleden. Ik denk dat ik over 5 jaar meer zal acteren. En minder televisie dus? Ja, en minder televisie zal doen. Ja. Ja. En wat voor soort actrice ben je over 5 jaar? Over 5 jaar ben ik een actrice die in Nederland echt gewoon zonder gêne gevraagd wordt nu. Voor wat serieuze rollen, zonder gêne van de producent of regisseur.
Dat denk ik, omdat ik namelijk nu die ontwikkeling, zeg maar, dit 2003 was wel het jaar dat ik zogenaamd serieus geworden werd, begon te worden op acteergebied. Een Gouden Kalf nominatie, Onze Jeugd in het Theater, met goede recensies. Dus ik denk dat dat, en omdat dat iets is wat ik heel erg leuk vind en ook echt mee verder wil, denk ik dat dat wel iets zal zijn dat zich positief zal blijven ontwikkelen. Ja, dat klopt wel, hè, geloof ik. Ja. Ja, ik ben wel lang nog, met name heb ik voor BNN dan veel programma's gemaakt. En het acteren was wel steeds op mijn tweede plan. Maar mijn overstap nu naar Net5 heeft wel heel veel te maken met dit. Dat heeft dus wel dan 4 jaar geduurd voordat ik dat dan ook daadwerkelijk heel erg actief in praktijk ging brengen. Maar ik ben ook naar Net5 gaan om daar meer te kunnen spelen. Ja. Wat ik nu doe met single. Laten we eerst even gaan kijken naar een klein overzicht dat we hebben gemaakt van televisieprogramma's waar je de afgelopen 5 jaar in gezeten hebt. Of die je hebt bedacht of gemaakt. Of in ieder geval waarin we je zagen. Ja. Ik moet poepen. Nou was je hier net nog als minister-president. Nu ben je weer gewoon lijsttrekker, hè? Bij jullie ben ik lijsttrekker, ja. Oké. Okay. Wacht even. Ja, ja. Ja, dit zag je natuurlijk al aankomen. Okay. Geef me nog eventjes 2 seconden, oké? Okay? Well, the worst thing is about bungee jumping. No. It's telling your mother. Ik heb al 1,5 uur over gedaan om mijn bad te vullen met dit goddelijke drankje. Waarom doe ik dit? Trekken, trekken, een heleboel mannen en ook lekker likken met elletjes dabben. Hoe moet ik je vinden in de gouden gips onder de waag van hoer? Pink van bitch. Waarom moet ik altijd zulke stomzinnige dingen doen? Ah nee. Ik ben soms wel een beetje een kutwijf. Ja, natuurlijk. Die is een jongen in het rood, heet Abdou. En die zegt net, zeg maar, off camera, dat hij morgen weggaat. Oh, ik vind het echt verschrikkelijk. Ja, ready. Oh nee. Jump is ready, everybody. 5, 4, 3, 2, 1. Ja. Ja. We komen straks bij Return to Sender. Maar eerst even die vraag die je zelf stelt. Ergens halverwege dit kleine overzichtje. Waarom moet ik altijd van die stomzinnige dingen doen? Precies. Ja, je hebt ook wel een mooie compilatie gemaakt van de meest stomzinnige dingen die ik de afgelopen 5 jaar heb gedaan. En dat kostte helemaal geen moeite. Nee. Als je inderdaad de programma's Katja Versus en Drunk for Your Die even erbij pakt, dan zit er daar heel veel stomzinnige dingen in. Dingen die ik liever niet had willen doen. Is dat zo? Nou, koeienogen eten, bungee jumpen, ondersteboven van de Euromast aflopen. Nee, dat zijn niet dingen die ik graag zou herhalen. Maar waarvan ik wel weet dat het leuke televisie oplevert. Ja, want ik vroeg je net, in hoeverre heb je de regie over je carrière? Toen zei je, nou, de meeste dingen die ik heb gedaan, die heb ik ook wel min of meer zelf bedacht. Daar ben ik zelf bij. En nu zeg je van, ja, maar eigenlijk had ik die toch liever niet willen doen. Nee, maar kijk, Katje Versus bedoel ik. Dat vind ik echt een heel leuk en goed geslaagd entertainmentprogramma. En ik weet ook dat goed entertainment, dat niet altijd betekent dat ik dat zelf leuk vind om te doen. Maar ik weet dat juist op het moment dat ik iets verschrikkelijk vind om te doen, dat weer leuke televisie oplevert. Dus dat is zeg maar op het gebied van gewoon een entertainmentprogramma, vind ik dat een heel geslaagd programma. Vind ik echt heel erg leuk. Dus ik ben Katja Schuurman, ik eet koeienogen, niet omdat ik het lekker vind, maar omdat ik weet dat ik daar de samenleving mee amuseer. Zeker. Ja, onder andere. En Try Before You Die, dat is echt een programma. Dat is een hartstikke leuk BNN-programma, maar dat zie ik niet echt als mijn programma. Ik weet dat er zitten veel spraakmakende dingen in, dus mensen hebben het er steeds over. Maar dat is eigenlijk iets wat ik er zo... Ja, dat doe ik er ook bij, zodat ik daarnaast weer die dingen kan doen die ik echt graag doe. Zoals... Nou ja, we hebben toen geprobeerd met een goede talkshow te doen met Katja en Sophie. En de documentaire Puerto Rico, ondanks alles. Ik kan soms dat soort dingen doen, omdat ik ook de programma's maak waar bijna per definitie mee wordt gescoord. Dus dat is een keuze die je maakt. Een keuze? Of is het meer zo dat ze willen je voor de populaire programma's en ze geven je dan als een soort geste dat je ook die andere dingen mag doen? Ik denk dat dat niet zo is. Je denkt dat dat niet zo is? Nee, ik denk dat ze dat... Maar ja, goed, dat zou kunnen. En als dat zo is, dan is het zo. Maar de reden dat ik nu naar Net5 ben, is omdat ik nu wel klaar was met dergelijke dingen. Ik had nu genoeg vieze ogen gegeten, et cetera. Dus ik had nu wel zoiets van, oké, ik wil... Mijn interesses zijn wel echt veranderd en dan blijf je nog eventjes ietsje langer ergens hangen en nu is dan die nieuwe stap gemaakt. Nu heb je die nieuwe stap is in dit geval gemaakt dat je van BNN naar Net5 bent gegaan. Ja.
daar maak je Return to Sender. Ja, dat ik vorig jaar maakte voor Link. Ja, en daar maak je verder eigenlijk, of maak je deel uit van de serie Single. Ja. En dat is eigenlijk gewoon acteerwerk. Dat heeft niks zoveel te maken met presenteren. Maar het is wel voor Net 5. Dus in die zin zit het in je contract, neem ik aan. Ja, absoluut. Ja. Dat Return to Sender is een heel goed bedoeld en lief programma. Maar er kijken heel weinig mensen naar. Maar kijk, het is ook een mooi programma. Ik vind het echt een goed programma. Dat er weinig mensen naar kijken, dat zegt niet iets over de kwaliteit. Dat is echt iets wat ik... Maar wel over het bestaansrecht van het programma bij een commerciële zender. Dat zou kunnen. En ik bedoel, ik weet ook dat het zo is. Want we gaan het volgend jaar niet meer op deze manier maken. Maar de terreur van de kijkcijfers, ik ben niet van plan om daarin mee te gaan. En inderdaad, ik zit bij een commerciële omroep, dus je hoeft het me niet uit te leggen, dat snap ik ook wel, dat er dan nu veel meer aan de hand is. En dat dus nu, dat er keuzes zal moeten maken waarvan ik veel meer weet. Oké, daar zijn kijkers bereid om de televisie voor aan te zetten. Op die zender. En ik ben nu op zoek naar een midden. Ik had verwacht, want we hebben het in vergelijking met vorig jaar dan Return to Sender bij Link, hebben we het echt aangepast aan wat ik dacht van, nou, dit is ook een lekker programma om te kijken. Het is snel, het geeft een goed gevoel ook als je er kijkt. Het is niet alleen maar drama en heftigheden. Maar de zender heeft het ook lastig gevonden om het even primetime neer te zetten. Want dat had natuurlijk wel geschilderd. Het werd nu uitgezonden, het eindigt om 11:45. Dan willen mensen nog wel een beetje naar actualiteiten kijken. Graag zelfs. Maar niet naar dingen die niet heel erg dwingend zijn. Zoals wat er allemaal in de rest van de wereld voor vervelends gebeurt. Daar zetten mensen die tijd niet meer de televisie voor aan. Maar mijn stelling van ze willen jou hebben omdat je populair bent. En aantrekkelijk bent om naar te kijken. En omdat je kunt acteren of al dat soort dingen. En dan wil Katja nog iets goeds voor de wereld doen. Nou, dan doen we er dan wel even bij. Maar op het moment dat daar niet meer naar gekeken wordt, valt dat natuurlijk als eerste weg. Nee, we zijn nu heel erg druk om aan het zoeken naar een format waar Return to Sender wel in voorkomt. Maar wat inderdaad Net 5 publiek eventueel ook zou aanspreken. En ik kan me ook voorstellen, als we dat niet kunnen vinden, dan doe ik het ook niet. Want we hebben ook wel een aantal ideeën gehad. Ik denk, dat wil ik niet. Daar ga ik niet aan beginnen, want dat hoort gewoon niet bij mij. En Return to Sender zelf wil ik wel even graag aan toevoegen. Ja. Want de stichting, dat is natuurlijk waar het om gaat. Die heb ik opgezet. Dat programma was er alleen maar om te laten zien wat we doen. Jawel, maar we praten hier met jou als programmamaker. Ik wil graag zeggen dat Return to Sender als stichting ongelooflijk succesvol is. Dat de producten allemaal uitverkocht zijn. En dat we dus eigenlijk misschien een televisieprogramma ook wel niet nodig hebben. Dus daar ben ik... Maar leg even uit voor mij, wat is een programma wat nu bij je hoort en wat is een programma wat niet meer bij je hoort? Wat past in het vakje Katja en wat valt er buiten? Nou, wat niet meer bij me hoort zijn gewoon op pad gestuurd worden en lekker spannende grenzen verleggen, achterlijke dingen doen. Dat dus niet. Dat heb ik nu wel een beetje gehad. Dat was BNN, was een jong meisje. En wat is er nu wel? Wat past wel in het kastje Katja? Ik denk dat op dit moment wel echt heel erg zo is dat ik met name wil acteren. En we hebben wel een aantal, er zijn een aantal programma's waar we nu mee bezig zijn. Maar ik ben nu eigenlijk, ik heb nu niet een concreet, een heel erg goed idee over wat ik echt zou willen. Misschien zijn ook mijn, we hebben een aantal leuke ideeën die ik ga doen. Maar ik heb nu niet echt dat ik vol inspiratie zit over het nieuwe televisieprogramma's. Oké, doen we dat niet. We gaan naar acteren. Laten we even kijken, een klein overzicht van wat je gedaan hebt zoal. Nee, ik mag niet naar Washington. Ik mag ook niet naar Bagdad, ik mag niet naar Bosnië, ik mag zelfs niet naar Den Haag. Weet jij, Theo, wat ik mag doen? Ik mag Katja interviewen. Ken jij Katja, Theo? Katja heeft de mooiste tieten van de hele wereld. Hier lucht, daar lucht. Eigenlijk is het binnen in mij of zaagsel, of lucht, of siliconen. Het mag niet, maar ik vind hem wel goed. Grappig, hè? Ik vind hem wel... Liefje met mij. Wil je alsjeblieft even naar de telefoon komen, schat? Ze hebben bloedlullen. Het
schijnt dat sommigen een kleine hebben die dan in werkstand flink groeit. En anderen hebben zo'n lange flubberige. En dat noemen ze dan vleesvloer. Ja, we komen weer bij de vieze praatjes. Ik ben even aan het eten. Ik begon er niet over. De rayonhoofden hebben een paar uur zitten vergaderen. En volgens mij is er witte sigarenrook te zien. Meneer de voorzitter? Het gaat home. Zo, hé. Hier ook al. Ik heb er nog één. Kijk maar. Wauw. Is dat geen pijn? Nee. Het is lekker. Vraagt u aandacht voor het volgende. Op dinsdag 22 september jongstleden is een vrouw luisterend naar de naam Joke van W. verdwenen uit haar huis in Leidschendam. Ja, dat zijn toch wel, daar zitten toch wel mooie films tussen. Ja, absoluut. Ja, daar is veel gebeurd in die periode van 5 jaar. Ja. Laten we teruggaan even naar dat begin, zo rond 2003. We zijn er net al, dat is toch een beetje een switchmoment geweest waarin je wat serieuzer genomen werd en ook wat serieuzer gewaardeerd werd. Dat had ook alles te maken met Theo van Gogh, die jou vroeg en uitkoos om te gaan spelen. Je hebt een aantal films met hem gemaakt. Wat heb je van hem geleerd? Nou, heel veel als actrice. Maar ik denk eigenlijk dat de basis is dat hij mij vertrouwen gaf. En ik denk dat iedereen wel heel erg gevoelig is voor goedkeuring. En dat iemand je waardeert. Maar ik ben daar wel heel erg gevoelig voor. Dus op het moment dat mensen een negatief beeld over mij hebben, voel ik, dan ga ik me daar bijna naar gedragen. En hij heeft mij het vertrouwen gegeven dat ik het kan. En daar werd ik ook absoluut een heel veel betere actrice van. En vanaf toen ben ik ook veel beter geworden eigenlijk, omdat ik mezelf geloofde. Omdat er in het begin mensen waren die een beetje zoals Pierre Bokma als figuur het overdreven zijn natuurlijk. Mm-hmm. Van ja, die Katja Schuurman van Goede Tijden, Slechte Tijden, we moeten nog maar zien of die wel kan acteren. Was dat een beetje de sfeer aanvankelijk? Nou, het is... Ja, zeker. Ja, hoor. En ik heb het nog steeds, en dat is al 5 jaar zo, dat mensen zeggen, en ik hoor het nu ook weer bij single, nou wat leuk zeg, ze kan eigenlijk hartstikke goed spelen. Dan denk ik, jezus man, hoe vaak moet ik dat nog gaan bewijzen? Maar als er ergens een beeld zou staan, bij mij is dat natuurlijk een heel duidelijk en een heel sterk beeld geweest. Dat is heel lastig om dat weer te veranderen en kwijt te raken. En ik wil dat ook niet bewust gaan doen, omdat ik kan het alleen maar laten zien door wat ik doe. Ja. Nou, heb je met Theo van Gogh ook nog gespeeld voor Eddie Terstal en anderen. Dus het is in die zin wel goed gekomen. Maar denk je dat de dood van Theo, welke invloed heeft dat op jouw carrière gehad? Nou, wij zaten vol plannen. Ik bedoel, eind 2003, toen we elkaar spraken, toen gingen we nog Medea doen. Maar toen hadden we echt, nou, op het moment dat hij werd vermoord, waren we eigenlijk aan het repeteren voor een film weer met Tara Elders. En we hadden eigenlijk afgesproken dat we een aantal jaren met elkaar films en series zouden gaan maken. Ja, laten we even kijken, want het was op een gegeven moment 2 november 2004. En toen, jij was niet in Nederland, toen kwam dit nieuws bij ons allen binnen. NOS Extra Journaal. Goedemorgen. Cineast Theo van Gogh is doodgestoken. Dat heeft zijn productiemaatschappij bekendgemaakt. De aanslag gebeurde vanmorgen om ongeveer 9:15 voor het stadsdeelkantoor in de Linnaeusstraat. De berichtgeving is vanochtend om 9:15 sprake geweest van het fietsen van het latere slachtoffer Theo van Gogh, Linnaeusstraat. Daar is hij ingehaald door een andere fietser, welke een fietser op een gegeven moment aan het schieten is geraakt in de richting van het slachtoffer. Ja, waar was jij? Sorry, ik ben gewoon ook een beetje moedig. Ik ben een beetje lappielig. Het staat nergens op, sorry hoor. Ik ben gewoon een beetje... Dat geeft niet. Het is niet gek dat je geëmotioneerd bent van iets, wat, ook al weet je dat het erover gaat. Wat raak je eigenlijk precies? Nou, eigenlijk al gewoon als ik... Sorry, dat is...
Nou, eigenlijk gewoon als ik die beelden zie gewoon van wat we samen gemaakt hebben. Dat vind ik eigenlijk het allerergste. Nou ja, niet het allerergste natuurlijk. Natuurlijk persoonlijk ook. Maar... dat hij was zo zelf zo ongelooflijk goed bezig. Hij was echt, ook als, zeg maar, als regisseur, als maker, zo... hij zat echt op het punt, op het punt dat hij mooie, prachtige, grote dingen zou gaan maken. En dat is zo bruut... Bruut weggeslagen. Ja. Ja. Jij was in het buitenland. Jij bent hals over kop hiertoe naartoe gekomen. En jij hebt toen vrij snel daarna besloten om iets te doen wat helemaal niet bij jou past eigenlijk. Een documentaire te gaan maken. Ja. Ja, want waar we het ook over hebben, de documentairemaakster Katja hadden we nog niet benoemd. Wat wilde je met die documentaire? Nou, ik zat mij zo ongelooflijk op te winden over al het nieuws wat daarna na zijn dood naar buiten kwam. Allerlei feiten die boven water kwamen, waarvan ik dacht, toen ik het hoorde bijvoorbeeld, dat er tapes waren. Waarbij de Hofstadgroep was afgeluisterd. En die waren bewaard vanaf 2 november. En daarvoor waren ze allemaal gewist. Toen ik het las in de krant, dacht ik van nou, dit gaat iets teweeg brengen. Je gaat iedereen bovenop zitten en uitzoeken. Want het is absurd. Hoe kan dat? Als hij werd 's ochtends vermoord, wanneer moeten ze die afgeluisterd gewist hebben dan? Dat moet dan 's nachts zijn gebeurd. En op het moment dat hij werd vermoord, dan zou je ze toch helemaal allemaal bewaren. En ik geloof dat op de tapes van 2 november, want die waren dan nog wel ook te horen, is van... het is dus al gebeurd. Dus de mensen van de leden van de Hofstadgroep die wisten daarvan dat zou gaan gebeuren. En... Het feit dat daar dan niet, dat daar verder niks over werd ge... daar werd even wat over geroepen, een keertje Nova, en dan was het dan. En zo waren er heel veel van dat soort feiten. En dat Mohammed B. Een sleutelfiguur was van de Hofstadgroep. Maar dat de AIVD hem niet in het vizier had. Nou, dat soort dingen die frustreerden mij zo. En dus niemand sprong er bovenop. Toen dacht ik, ik ga het doen. Laten we even kijken. Want we hebben een klein stukje uit die documentaire gehaald. Waarin je eigenlijk zowel in teleurstelling en verontwaardiging de vragen stelt waar het op dat moment om ging. Ja. Had de moord niet voorkomen kunnen worden, niet voorkomen moeten worden? En zo ja, waarom is dat dan niet gebeurd? Was dat Hollandse knulligheid? Of is er meer aan de hand? Al 9 uur na de moord op Theo werd de woning van de dader onderzocht. Alleen was het jammer dat de politie hier binnenviel, want hier woonde Mohammed B. niet. Die woonde daar. Waarom bagatelliseerde de hoofdofficier van justitie het verleden van Mohammed B. toch? In onze lokale politie- en justitiegegevens was die, laat ik zeggen, met uitzondering van een betrekkelijk gering incident niet bekend. De AIVD moet geweten hebben dat Mohammed B. een sleutelrol speelde in de Hofstadgroep. Het bewijs daarvoor is overdonderend. De geheime dienst zat bovenop de groep. Maar B. kon rustig zijn gang gaan. Waarom? Was er dus contact tussen Mohammed B. en de AIVD? Ik weet het niet, maar als hij informant is geweest van de dienst, dan zou dat een heleboel verklaren. Wat zou er gebeuren als dat uit zou komen, denk jij? Dit zou diep treurig zijn. Maar jij en ik komen daar niet achter, dat zou ik je wel vertellen. U mag zelf kiezen. Waren ze dom of roekeloos? Ik weet niet wat erger is. Maar ik weet wel dat behalve Mohammed B. iemand hiervoor verantwoordelijk is. En diegene zou zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. Want Theo van Gogh is dood en daar moeten wij voortaan mee leven. Ja, er zit boosheid in ook. Is die boosheid er nog eigenlijk? Ja, ja. Ja, er is naar aanleiding van die documentaire zijn er een aantal kamervragen gesteld door Jan de Wit van de SP. En daar is toen, nou, ik denk 1,5 jaar later een brief opgekomen van Remkes. En daar kwam eigenlijk, stond daar echt geen hol in. En later zijn daar nog onderzoeken geweest. Eigenlijk, het is, als het maar lang genoeg duurt, dan neemt ook voor een ieder, zeg maar, het gewoon leven het weer over. En ik neem het mezelf ook nog wel eens kwalijk dat ik er niet bovenop nog steeds zit.
Want ik heb geen bevredigende. Het is een soort van ja, doofpot. Men heeft het er niet meer over. En als het maar lang genoeg duurt, dan gaat ook niemand zich er meer over opwinden. Want dan zijn er weer heel veel nieuwe dingen om je over op te winden. Is er nog een specifieke vraag waarvan je zegt, die is het meest prangend. Die blijft altijd maar in mijn hoofd zitten. Daar komt maar geen antwoord op. En het is eigenlijk zo belangrijk dat dat nog steeds eens een keer uitgezocht wordt of beantwoord wordt. Nou, eigenlijk de vragen die zijn al deze vragen. Ja, het zijn echt deze vragen. En het feit dat, ik bedoel, ik snap dat een IVD geen openheid van zaken kan geven. Omdat daarvoor, het is niet voor niks een geheime dienst. Maar het feit dat dit heeft kunnen gebeuren, dat zegt dan. Want ik denk dat het eerder wat zegt over het falen van de IVD. Ik kan me niet zo heel goed voorstellen dat hij een informant is geweest. Al zou het kunnen. Maar. Het zegt wel wat over het falen van onze veiligheidsdienst. Ja. Nu heb je dit gemaakt onder meer in samenwerking met ook het bedrijf waar Theo van Gogh zelf bij betrokken was, hè, Column Producties. Ja. Daar heb je nog steeds goede contacten mee. Je spreekt veel van die mensen. Er zitten ook allerlei journalistieke figuren bij, om het maar zo te zeggen. Zijn zij er dan nog mee bezig? Of hebben jullie allemaal toch maar iets van, nou ja, het is voorbij en je krijgt hem er niet mee terug en laat maar gaan zo? Nee, dat ook niet. Het, af en toe speelt het weer eens op. En dan... Maar, nee. Ja, het is het raar eigenlijk, hè? Want daar word ik dan eigenlijk het meest boos om, eigenlijk op mezelf ook. Dat je, omdat het zo'n stomzinnig lomp apparaat is en omdat er gewoon alles een beetje wordt weggemoffeld, dat je je dan gewoon ook uit het veld laat slaan en denkt, ja, hier kan ik niet tegenop. Terwijl, ja, maar ik kan niet tegenop. Slaat het op. Maar ja, en toch laat je dat gebeuren. Je ziet af en toe op het nieuws rond 2 november nog wel eens een paar mensen, een soort verwaarde fortuinaanhangers die nog met een halve vlag ergens door het Oosterpark lopen. Daar heb ik jou niet bij gezien. Nee. Maar ben jij op enige wijze nog bezig met een herdenking op zo'n dag of is het allemaal klaar? Nee, meestal komen we met een groepje samen en dan gaan we heel veel drinken. Soms. Met de core business eigenlijk, hè? Ja. Ja, maar dan nog fanatieker. Ja. En dan kijken we soms naar wat mooie dingen die hij heeft gemaakt. En dan lachen we eens om het een en ander. Ja. In deze serie van 5 jaar later zit ook Theo van Gogh. Ook met hem heb ik 5 jaar geleden gesproken over zijn ideeën, zijn voorspellingen over de toekomst. En ik vroeg hem toen ook even kort over wat hij van jou dacht. Het moesten allemaal korte antwoorden zijn. Maar nou, dit was het korte, maar toch ook overtuigende antwoord van Theo van Gogh. Katja Scheurman. Die is er zeker over 5 jaar nog. En die zal nog steeds programma's maken en rollen spelen. Ja, veel langer dan dit is het niet. Mooi. Maar er kon nog even bij gerookt worden. Ja. Goed, genoeg hierover. Laten we naar een ander, niet overigens per se vrolijker element gaan. Want toen ik jou 5 jaar geleden sprak, was het niet alleen een optimistje. Luister even mee. Ik heb wel eens gedacht dat ik zeker over 5 jaar dood zou zijn, maar dat is nu niet het geval. Ik ben die fase voorbij, dus nu denk ik dat ik nog wel even blijf leven. En heb je ook het gevoel dat je over die periode, dat je misschien dacht, misschien ga ik wel dood of misschien maak ik er wel een einde aan, dat je daar helemaal overheen bent? Of zou dat een periode zijn die zomaar weer terug zou kunnen komen? Dat zou wel een periode kunnen zijn die weer terug zou kunnen komen. Maar ik ga ervan uit dat uiteindelijk ik in essentie niet echt zal veranderen. Ik ben rustiger geworden, maar ik zal, en dat hoop ik ook eigenlijk wel, ook nog wel de onrustige en katje blijven die ik ben. Ik bedoel, en ik zal mijn depressieve buien nog steeds hebben. Die zal ik zal het steeds meer weten te overwinnen. Misschien beter weten hoe je met dingen om zou moeten gaan. Maar ik denk niet dat ik daarin zal veranderen. Ik ben zo zoekend steeds naar grenzen en adrenaline kicks en de angst en zo. Omdat ik dat een lekker gevoel vind aan de ene kant. En ik. Dus ik dacht, dit kan niet anders dan slecht aflopen. En ik zeg niet dat ik heel erg veel ben veranderd of heel erg veel volwassener ben geworden, maar ik ben wel rustiger geworden en ik ga ervan uit dat dit een patroon is dat zich deze kant op blijft ontwikkelen. Al zal ik steeds nog wel uitspattingen kennen, ook over 5 jaar, dat hoop ik wel. Lang van stof aan het. Ja, lang van stof was, hè, toen. Maar weet ik wat ik ook opvallend vind, dat ik eigenlijk dan toch nog veel minder veranderd ben dan ik hoopte. Want? Nou, ik denk dan, oh ja, maar ik ben nu echt rustiger geworden. Maar dat dacht ik toen ook al. En ik praat eigenlijk nog steeds best een beetje hetzelfde als toen. Ja. Moeten we over 5 jaar weer eens doen. Ja. Denk je dat het dan beter gaat? Ik denk het wel. Ja. Of is het ook iets wat je gewoon van jezelf moet accepteren?
Ja, voor een gedeelte is dat natuurlijk ook zo. Want ik neem aan dat mensen in jouw directe omgeving hier al lang aan gewend zijn. Die kijken gewoon af en toe naar boven en laten je doorpraten, denk ik, of niet? Ja. Dat meisje wat 5 jaar geleden zegt van ik zoek nou eenmaal die grenzen omdat ik dat lekker vind. Ja. En daar zat ook wel iets destructiefs in. Ja. En daarom ben ik wel echt wel veranderd. Wat was dat destructieve? Ja, wat was dat? Ik had eigenlijk pas geleden, eigenlijk pas dat ik dacht, waarom doe ik nou zoveel dingen waarmee ik mezelf kleiner maak? En waarmee ik mezelf allerlei mogelijkheden ontneem. In plaats van dat ik nou luister naar mijn echte verlangens. En waarom laat ik steeds allerlei andere dingen belangrijk zijn die dat eigenlijk niet zijn. En wat is dat destructieve? Ja, ik weet niet, ik vond dat wel. Dat is natuurlijk een hele grote kracht. En iets waar ik ook wel heel veel op een hele rare manier uithaalde. Dus ik weet niet, ik denk dat ik het soms het leven ook wat te makkelijk vond. Of zo. En dat ik het mezelf heel erg moeilijk ben gaan maken. En dat ik dat ook lekker vond. Het gewoon van de wereld, het naar God zijn. Het veel te hard werken. Het kiezen voor mannen waar die per definitie al van weten, dit gaat niet harmonie en fijn en liefde en groots opleveren. Ik weet niet. Dat ik wel gedijde bij het gevecht. Ja, maar misschien ook wel een soort zelfhaat haast. Ja. Ja? Ja. En wat haatte je dan? Alles waarin ik tekort schiet. Alles wat ik zou willen zijn en wat ik niet ben. En het feit dat ik niet, dat ik voortdurend niet luister naar wat ik echt zou willen. En dat, ik geloof dat als je wil je patronen doorbreken, moet je echt eerst een grondige hekel eraan krijgen. En ik heb inmiddels een hele grondige hekel gekregen aan een aantal dingen van mezelf. En dus ben ik nu in staat om dat te veranderen. Wat zijn de elementen waar je een hekel aan hebt gekregen, waardoor je het kunt veranderen? Mijn voortdurende behoefte tot verdieping. En mijn altijd heel vluchtig bezig zijn. Dus ik ben dat wat ik verlang, ik doe steeds het tegenovergestelde. En ik denk dat wel. En ook dus mezelf niet de ruimte geven. Want ik ben natuurlijk toen ik 19 was in dit vak gerold. En dat was meteen zo overdonderd dat het nam zo al mijn tijd in beslag dat ik ook niet meer heb opgestaan voor wat ik nog meer zou kunnen en willen in dit leven. Ja. Ik heb zelf wel eens gedacht, ook 5 jaar geleden, dat het ook wel gewoon rock'n'roll suicide zou kunnen zijn bij jou. En nu lijkt het toch veel meer René Vroeger eigenlijk. Ja, is het zo? Naar eigen huis, ja, klopt. Een plekje onder de zon. Ja. Laten we eens luisteren, want wat een belangrijk element in jouw leven natuurlijk sowieso is. En ook tot de verbeelding spreekt. Ik vind het wel echt een heel gekke vergelijking, maar dat zit je er ook niet lekker uit. Nee, dat zit me ook niet lekker. Nee, ik denk dat ik toch maar weer eens een beetje uit de band moet springen. Ja? Goed, nou, dus praat daar dan over na dit onderwerp. Ja. Het onderwerp wat een belangrijke en altijd terugkerende rol in jouw leven is, de liefde en de voorspellingen daarover. Ik kom wel steeds meer in rustige vaarwater, zowel wat mijn werk betreft als ook mijn relaties. Alleen meer in mijn gevoel in de relatie dan, nou bijvoorbeeld, het feit dat ik nu 2 keer hele jonge vriendjes heb gehad, maakt natuurlijk niet dat er echt veel rust in komt. Maar dat zorgt nog voor heel erg veel heen en weer gezwiept worden. En niet echt veel goede balans of zo, weet je. Omdat zij dan weer voor die onrust zorgen. En misschien kies ik daar onbewust wel voor. Heb je een vaste relatie over 5 jaar? Ach, toch hopen van wel dat ik zo'n soort van vaste relatie heb, ja. En hoe lang duurt die relatie dan? Is dat een relatie die je nu al hebt? Ik ben bang dat ik over 5 jaar niet de relatie heb die ik nu heb, nee. Dus over 5 jaar ben ik met iemand samen en daar ben ik misschien dan 2 jaar mee samen. En hoe lang dat gaat duren weet ik niet, maar ik denk dat dan ook wel degene is waarmee ik dan op mijn ongeveer 36e besluit een kind te nemen. En als het goed is, dan blijf ik daar ook wel bij. Wat een ontzettend berekenend loeder eigenlijk, hè? Het klopte. Die is dus met een man en die zegt, nou, daar ben ik dan natuurlijk niet meer mee. Dan ben ik met een ander en dan ben ik dan net een jaartje of 2 bij. Ja, ik geloof wel dat ik dat kan ik zeggen. Want die is namelijk toch niet meer, maar ik zit wel kuit te denken wie dat dan was.
Als we alleen de voornaam noemen, kun jij dan ongeveer de achternaam skippen? Zijn voornaam was Steun? Nee, want ik zeg toch net dat ik met twee jonge vriendjes was geweest? Ja, die zullen wel daarvoor zijn geweest. Ja, maar dan was ik toch niet daarna weer met een jong iemand? Nou ja, volgens onze informatie wel. Maar ja, goed, er kan ook rustig een dozijn ernaast zitten, hoor. Ja, maar nu dus al bijna 5 jaar. Ja. Erg gelukkig. Ja. Met één man. Maar er zit ook wat mij opviel toen ik hier naar terugkijk, dat er een soort, dat je toch aan het plannen was. Van dan dit, en dan wil ik in ieder geval een aantal jaar, heb ik dan een relatie, dan heb ik over zoveel jaar later, heb ik dan een kind. Ja, maar ja, dat doet elke vrouw die dan zo bedoelt, als je rond de Nee. Ja, dat weet ik. Ik bedoel niet elke. Nee, maar dat, je moet op een gegeven moment, als je kinderen ooit wil, en ik wist wel toen ook al dat ik kinderen wilde, dan moet je dat zo rond je 35, is wel handig om dat ongeveer te gaan doen. Ja. Toch? En dan heb je dan weer een man voor nodig. En dan is het leuk als die man ook nog eens iemand is waar je dan ook serieus mee samen bent. Dus dat was op zich wel voor de hand liggend. Ja, maar doe nou niet heel afstandelijk erover. Was het hier niet ongeveer allemaal om te doen? Waarom? Nou, gewoon om de rust in het leven, de liefde te vinden en zo'n man te hebben waarvan je denkt, daar ben ik nu echt gelukkig mee. Ja. En daar ga ik nu ook kinderen mee krijgen. Ja. Is dat overigens zo? Dat ik daar kinderen mee Dat je daar gelukkig mee bent en dat je daar kinderen mee gaat krijgen? Ja, absoluut. En gaat dat jouw carrière in de weg zitten? Nou, in de weg niet, maar dat zal mijn carrière wel veranderen. Ja, minder maken bedoel ik. Ja, minder in de zin van dat ik minder veel zal werken, ja. 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 Maar dat heb je er wel voor over. Ja, met alle liefde. Ja. Nee, ik vind het helemaal niet erg om even wat minder te werken. Jij denkt dat jouw talent voor moederschap groter is dan het acteren? Ja, in ieder geval heel groot. Denk ik wel. Ik denk dat ik echt een superleuke moeder ga zijn. Hmm. Heb jij daar twijfels over? Nou, helemaal niet. Heb je al enig idee wanneer het moment zover is? Nee, dat moet je afwachten. Dat kan je niet zomaar plannen. Van, ik neem nu een kind. Dat gaat niet zo. Is er nog iets waar je iets over wil zeggen van de afgelopen 5 jaar? Waarvan je denkt, nou, dat had ik eigenlijk zelf nog wel even willen bespreken? Als je het me zo vraagt, niet, nee. Maar ga ik straks, als ik er even over nadenk. Nou, laten we dan maar met optimisme de kerst ingaan. Absoluut. Goed, dankjewel.